Jongens, wat ik vandaag ga doen is een lot in de staatsloterij kopen. Ik ga een beetje flaneren overal. En want wat kreeg ik vandaag van iemand? Kijk eens. Een klavertje 4. Nou, serieus. Is dat bijzonder dan? Nou, we gaan zien hoeveel geluk het mij opbrengt. Maar we zijn al gelukkig, hè, Quibus? Dus ik ga eerst ontbijten. Dan ga ik jullie deze fantastische camperplaats laten zien, inclusief nummer. En het geheim van deze camperplaats is dat het een... Ja, het is geen gratis plaats, dat durf ik niet te zeggen. Maar er zijn geen kosten aan verbonden. Het enige wat van je wordt gevraagd is dat je een vrijwillige bijdrage doet. Nou. En ik vind deze camperplaats echt wel wat waard, hoor. Het is echt goed geregeld hier. Koffie. Dus jongens, deze fantastische camperplaats. Ja, wat moet ik ervan zeggen, weet je? We zitten trouwens niet meer in Toscane, jongens. We zijn lekker noordelijk richting Turijn. En een gebied waar ik nog nooit ben geweest. En ik ga jullie alles laten zien, want ik ga vandaag al die dorpjes hier bezoeken. Gisteren was het heel slecht weer, heel dag regen. Vandaag klaart het op, komt het zonnetje weer terug en ik ga hier de omgeving verkennen. Oké, we zijn hier op het platteland, Quibus. een toegangspoort die altijd dicht is, zodat er geen enge beesten kunnen komen. Grote beesten. De kleintjes kunnen er gewoon door. Let op. Een redelijk vlak. Ik sta op een vlak stukje. Stroom. Heel veel ruimte. Ik denk 2, 4, 6. Ik denk dat hier wel 20 campers kunnen staan. Fantastisch. Stevige, goede ondergrond. En nu het pièce de résistance. In mijn beste Frans. Wat is hier allemaal voor voorziening? Voor de lieve mensen. Barbecues. 1. 2. Water. Grijs waterdump, maar geen zwart water. En, kijk eens. Voor kleinbehuisden zoals ik is dit natuurlijk fantastisch. Want ik heb hier gisteravond tijdens die regen, heb ik hier gewoon heerlijk gezeten. Dan hier een, het is allemaal ook heel gezellig. Ze hebben het echt heel leuk gedaan. Allemaal reacties van mensen. En, let op. Douche en wc. Keurig schoon. Echt fantastisch. Kijk. Prima douche. Ik heb hem nog niet geprobeerd. Ik blijf hier een extra nachtje, dus ik ga morgen douchen. Keurig wc. Let op. Wc. Een hoekje waar je even kan tutten. Wat is er nog meer? We zijn er nog niet, jongens. Het is nog helemaal niet klaar. Een keukentje. Met een grote spiegel. Een grote spiegel. Prima. Weet je, er zit zelfs overal... Kijk, schoonmaakmiddelen, zakjes, bakjes. Als je hier bent en je hebt wat te doneren, doen. Afval. Er staat een wasmachine. Maar... Die is nog niet aangesloten. Ik zie hier een... die is dicht. Een hele grote wijntom. Kijk, schoonmaakspullen. Ah, het is gewoon echt briljant. Het is gewoon echt briljant. Hier een kaart van de omgeving. Met allemaal foldertjes. En dit is het foldertje van die mevrouw. Die dit hier beheert.
van de stichting. Ze hebben hier ook een museumpje. The Museum of Peasant Memories. Superleuk. Echt fantastisch. Nou, dus ja, ik ben ook hier ontzettend blij van zo. Ik word hier heel blij van zo'n plekje. Natuurlijk. Snap je wel. Dus nou ja, het nummer heb ik al gegeven. Hè? Kom hier vooral met z'n allen naartoe. En niet te lullig zijn met doneren. Hè? Gewoon even wat het waard is. Met 2 euro schieten deze mensen niet op. Want die mevrouw komt hier elke dag schoonmaken. Ze komt iedereen persoonlijk verwelkomen die hier aankomt. Krijgt een foldertje. Die wordt verteld wat er allemaal is. Volgens mij spreekt ze geen Engels, Duits of Frans of dat. Maar gewoon in het Italiaans. Dat is prima, hè. Dus ja, en leuk is, mensen laten hier dus van alles achter. Kijk. Kun je niet de muggies gebeten worden. Hier zijn de envelopjes. Tip, tip, tip. En hier is het donatie. De donatiegleuf. Super. Ik vind het echt een fantastische plek. De man des huizes was even van huis. Hier op de camperplaats. Hij komt terug. En eigenlijk moeten we nu allemaal, we zijn met 3 campers, moeten we naar zijn museum. Het is echt heel schattig. Het is allemaal oude meuk. De man heeft allemaal oude meuk verzameld. En dat moeten we nu bekijken. En dat doe ik met alle liefde. En dan moeten we zo meteen ook een welkomstdrankje drinken. Dus ik had mijn portemonnee al meegenomen. Ik denk, oh ja, dan moet ik ook gaan kopen. Wat ik helemaal niet erg vind, hoor. Een wijntje of weet ik veel. Maar het is allemaal een oude troep. Allemaal oude troep, echt waar. Zo schattig. Oude kleren. Oude bedden. Oude bedden met... met enge poppen. Nou, hij noemt het een museum. Dan is het een museum. No, dove per tanti anni è rimasto chiuso. Poi mi sono trasferito e per tanti anni è tutto rimasto chiuso. Excuse me. El bitter con perlino. Sì. Perlino rosso. Perlino rosso. Abbiamo o perlino rosso o perlino bianco, come c'è Martini bianco e Martini rosso. Sì. Noi usiamo questo prodotto locale. No. Ah. Sei un barman. Devo ancora imparare. Hehehehe